Morgen is het 14 februari, Valentijnsdag. De dag om je liefste of geheime liefde te verrassen met een bos bloemen. En dan geven de meeste mensen rozen. Op een gewone doorsneedag worden er zo'n 9 miljoen rozen verhandeld op de veiling. Maar op Valentijnsdag bijna het dubbele. In de week voor Valentijn gaan er 100 miljoen rozen over de toonbank. En bestaat er dan een verantwoorde groene roos. Rozen worden nog maar voor een klein deel in Nederland geteeld. De meeste rozen komen uit Afrika. De belangrijkste leveranciers zijn Kenia en Ethiopië. Er zijn twee keurmerken waar je op zou kunnen letten. Dat zijn Fairtrade en Fairflowers, Fairplants. Maar dat helpt nog niet echt, want er zijn maar weinig rozen met een keurmerk. En ook het toezicht laat nog te wensen over. Maar de bedoelingen zijn wel goed en je laat zien dat je daarachter staat. Maar je kunt ook anders kiezen. Niet voor bloemen uit een ver land, maar bloemen van het seizoen uit Nederland. En ja, dan is dit vast geen verrassing. Koop tulpen. Die komen op dit moment nog wel uit de kas, maar die kas is in de buurt en hoeft niet zo erg te worden opgestookt als de Nederlandse kas voor rozen. Het scheelt ook in je portemonnee, want rozen kosten op Valentijnsdag vaak 2 keer zoveel als normaal.